Ik verzamel graag kwatrijnen. Ze zijn kort, spitsvondig en vaak zit er veel humor in. Maar niet altijd hoor, maar vaak wel. En ik begin met een kwatrijn van Annette Koops. Bij u waarschijnlijk bekend uit Breukelen. Een lijkenwagen voor het stoplicht. De dood staat even stil. Het leven raast voorbij en doet lekker wat hij wil. Dat was de eerste. Een hele bekende Nederlandse dichter die hele mooie kwatrijnen schrijft, is Levi Weemoed. Ik vouw mijn handjes samen. Ik doe mijn oogjes dicht. En ik bid dat na het amen mijn gehaktbal er nog ligt. En nog eentje van Goudsblom. Ook een bekend Nederlandse dichter. En die zei het als volgt. Mijn beter ik en ik streden erop of eronder. Mijn beter ik bezweek. Nu ben ik, goddank, zonder.